Welkom iedereen. In deze tutorial toon ik jullie hoe met een 360 graden video gewerkt kan worden in de Erfgoed app. Het kan interessant zijn om zo'n video te tonen. Zo kan de gebruiker van de Erfgoed app ronddraaien met zijn scherm en zelf bepalen wat hij wil zien. Indien je een 360 graden video wil implementeren in de Erfgoed App Manager, gaat dat eenvoudig door hier onder de hoofding 3D op 360 graden video te klikken. De video dient wel van het MP4 formaat te zijn. Je kan zelf een 360 graden video opnemen met een 360 graden camera. Je kan er ook voor kiezen om een 360 graden video te uploaden van je PC die je via het internet hebt gekregen. Zo doe ik dat nu van een video die ik van YouTube gehaald heb. Dat ging eenvoudig via een site als www.keepfit.com. Op die site dien je gewoon de YouTube-link in te geven en daarna krijg je het bestand in MP3-formaat gedownload op je PC. Het is wel van belang dat je de auteursrechten van de video respecteert. Check faro.be indien je hier nog vragen rond hebt. De video toont hoe een man de torenspits van de Notre-Dame van Parijs beklimt. De gebruiker zal de 360 graden video zelfstandig moeten afsluiten. Dat dient te gebeuren eer verder met het scenario gegaan kan worden. Je kan zelfs eens uittesten hoe alles eruit ziet door op Save en Quit te klikken.